Centa! Jij deed nou echt veel plezier. 360 kilometer, 5 landen op één dag, dik 4000 hoogtemeters. Het wordt wel spannend, het wordt leuk. We gaan een avontuur aan. Hoe vind ik er gewoon geen reet aan? Ik moet bijna spiegelen. Ja. Longest Day is een ontzettend slecht plan, ooit bedacht door Herman van der Zand, die op de redactie van Studio Sport een keer naar mij toe kwam. Die zei, kijk, zo kan je 12 provincies op één dag in één fietstocht doen. Welke dag moet dat gebeuren? Nou, op de langste dag, want dan is het langste licht. Dus uiteindelijk is er dus het idee ontstaan van een hele lange tocht op de dag dat het langste licht is. En dat was echt wel echt gewoon een slecht idee. En dat hebben we toen gedaan. Ja, voor mij persoonlijk vind ik het een hele leuke dag uit. Met jongens die ik goed ken. En samen mooie belevenissen maken en herinneringen maken voor later eigenlijk. Verleden jaar vond ik het echt lachen, gezellig. Veel lol gehad, vooral gelachen. Ja, dus voor mij is het echt een gezellige, leuke dag waar je eigenlijk ook nog vreselijk gaat afzien. Maar die Sjoerd, die gaat liggen en die is weg. Ja. Dat is echt heel dat is echt heel irritant. Ja. Ik heb angst. Ik ook. Mega angst. Momentje. Dan kan je de volgende twee van hebben, denk ik. Daarom van de berg. Man. Dit jaar gaat een lang gekoesterde droom, misschien moet ik beter zeggen nachtmerrie in vervulling. 360 kilometer, 2 keer door de Ardennen, dik 4000 hoogtemeters. En vooral dat laatste is samen met de temperatuur wel een beetje wat mij schrik inboezemt voor deze Longest Day. 2 jaar stond het eigenlijk al klaar, maar vanwege corona kon het allemaal niet. En dan kon het nu eindelijk. Nu kan het eindelijk. Nou mogen we. En dan blijken er 4.500 hoogtemeters in te zitten. Blijkt het toch wel 360 kilometer te zijn. En blijkt het godverzengend warm te worden. Dus dat is eigenlijk het plan. Waarom zou je ja. Dat zeggen? Ja, dat is een goede vraag. En dan zeg ik, waarom is eigenlijk een hele goede vraag. Ja, dankjewel. Doe, slaap lekker zo, hè. Ze gaat slapen. Ja. Jongens, 1 minuutje, dan gaan we. Dus, van Maastricht. Na Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en dan terug. Het is nog niet midden in de nacht, man. Het is vroeg, op de ochtend. Partenza! Zijn jullie nou echt veel plezier? Ja, ik ben dan gewoon zenuwachtig. Het is een beetje net als de dag voor het afrijden of de dag voor een belangrijke toets van vroeger. Dan had je een beetje angst. Heb je er ook zin in? Heel lang. Het is een goede vraag. Gisteren had ik gezegd dat ik er geen zin in had. Vandaag valt het alweer mee. Ik heb iedereen gezien.
het begint toch te borrelen bij je. Het wordt wel spannend, het wordt leuk. We gaan een avontuur aan. En een tijdje terug dacht ik, nou, ik zie er echt ongelooflijk tegenop. Ja, dat heb ik me vandaag ook een paar keer afgevraagd. Wat is nou eigenlijk het doel? Want waarvoor doe ik dit eigenlijk? Vooral voor de lol, weet je. Ik wil lol maken, ik wil gewoon lachen. Ik wil lekker ouwe hoeren op de fiets en gewoon plezier hebben. Dat is voor mij het doel. En het doel is voor mij niet om zoveel mogelijk af te zien. Dat heb ik heel mijn leven al op de fiets gedaan. Dus voor mij mag het wel wat plezanter, zeg maar. Het spannende eraan vind ik wel, zeg maar, om te zien van ja, hoe gaan we dat als groep doen? En als we erdoor zitten, wie is de eerste geïrriteerd? En hoe kunnen we die jongens zo goed mogelijk bij elkaar houden en zo goed mogelijk te laten vinden? I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk, I'll be shaded. I'm headed to town, 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 in style. With all my favorite colors. Yes, sir. Deep in the corner. All my favorite colors. My sisters and my brothers. See them like no other. All my favorite colors. Waar kijk ik het meest naar uit? Als we terug zijn met z'n allen. Dat is wel dat al mijn fietsvriendjes met wie ik hier ben, dat die morgen gezond en wel overleven is zwaar aangezet. Maar dat ze wel allemaal de finish halen. Daar hoop ik wel dat zo zal gaan zijn. Want het wordt echt een uitputtingsslag. Het is zeker een pittige editie, dat sowieso. Het wordt ook onderschat eigenlijk. We gaan ook heel veel moeie gezichten zien morgen, maar het is niet te gek. Nee, dat niet. Je bent moe, je stuurt misschien verkeerd. We hebben wel eens een valpartij gehad. Maar als je dan met iedereen terug bent en iedereen is heel en iedereen heeft het heel leuk tot heel slecht gehad. Maar we zijn er allemaal wel veilig, dan daar kijk ik naar uit. En die dag verder, dat trekt me nu nog niet zo heel erg. You like mountains, I like mountains. Let them take us where they lead. We can make it if we leave soon. We can make it by tonight. We'll spin a few times on the dance floor. Then we'll watch the full moon rise. We'll circle the globe just to watch the show. Yeah.
we gaan hier zo de Venbaan op, een geasfalteerde spoorlijn. De auto kan er niet volgen, dus vul nu even de bidonnen, want het kan zomaar een uurtje zijn dat we zonder support zitten. Volgend jaar in Colombia. Hoe doet de knieën? Die is wel eens beter geweest. Je zit, in dit gezelschap zit een hele leuke vent, Martinello, die is getrouwd. Die had een vrijgezellig feestje gegeven. En dan zijn we bumpervoetbal gaan spelen. Daar werd ik iets te enthousiast van rechts aangevallen. En dat leidde tot een kleine in de knie. En dat heeft 2 weken hersteld. Sorry, bumper. Dit was hem, hè? En nu voelt het niet knie, maar kut. Maar dit ga ik zeker halen. Ik weet niet of ik het op de fiets ga halen. Oké, de trein gaat vertrekken. Pas op! De lol van fietsen is dat je samen met vrienden iets geks kan doen, zoals vandaag. Dat je dan tot een prestatie kan komen die je normaal eigenlijk denkt van ja, dit is gekkenwerk, dit is waanzin. En je helpt elkaar er doorheen, je sleept elkaar door moeilijke momenten heen. Vinden jullie ook nog leuk? Ja hoor. Hey, hey. Ga beter. To this motel, keeping me in bed, reading the news, just trying to stay strong. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful day. Fietsen kan je echt gewoon, als je goed om je heen kijkt, zoveel zien van een land in zo'n korte tijd. Dat het is echt een ideale manier om je te vervoeren of om je te vermaken. En daarbij kan je ook, je kan naast elkaar rijden, je kan babbelen. Er zijn allerlei voordelen aan fietsen, maar vooral het feit dat je bijvoorbeeld een avontuur beleeft. Dat je door 5 landen kan rijden op 1 dag, dat je dat op eigen kracht doet. Ja, dat vind ik fascinerend. En morgen ga jij dus lekker om je heen kijken, babbelen. Nee, morgen wordt gewoon een kutdag. Je kunnen er 3 herten op elkaar staan, maar dan ga ik niet meer registreren. Dat ga ik allemaal niet meer zien. Of er kunnen, weet ik veel, het Waals Bikini Team deelt gratis friet uit. Ja, ik ga het allemaal missen. Ik zit gewoon alleen maar daar naartoe te kijken. Voor mij persoonlijk is het iets van vrijheid. Dus hoe heet het? Als ik bijvoorbeeld met de ploeg op pad ben ook. Ik rij elke ochtend rij ik ongeveer 1,5 uur rij ik met de fiets. En dat is puur en alleen om even een beetje een moment van ja, voor jezelf te hebben. En niks aan je hoofd te hebben en gewoon vrij zijn. Ja, goh, wat vind ik leuk aan fietsen? Dat is eigenlijk wel een hele lastige vraag. Eigenlijk vind ik er gewoon geen reet aan. Nee. Nee, ik vind als het lekker gaat en je hebt een beetje fors in de benen en je hebt wel weer een tijdje gefietst en je kan bijvoorbeeld op een viaductje of een klimmetje kan blijven staan, dan heb ik wel echt plezier, weet je. Dan denk ik wel terug aan vroeger en dan denk ik van, oh, dit is toch wel een machtig gevoel, weet je, dat je even zo kan blijven, op een zware versnelling kan blijven staan. Dat is voor mij wel een ultiem zalig gevoel. Vier landen gaan. Ja. Moet je ook van je zetten in. Maar niet geen 4 hoor. Wil? Doe dan maar 4 of 8. Nee, doe maar 2 of zo, 3. Status is minder bezorgd dan gisteren. Het gaat eigenlijk best wel. En we hebben al 4 landen gehad. Dus eigenlijk nog maar eentje. Daar moet ik nog wel 287.000 kilometer voor rijden. Nee, maar het is nu nog lekker. Het is nu nog lekker koel af en toe ook. Temperatuur is goed.
mooie dag van. Dank je. Moraal is vooral ook goed. Ook heel belangrijk. Moet, moet er nog wat in die bud jongen? Ik ben hartstikke vrolijk. De rilletjes staan weer goed vandaag. Nog geen koffie gehad, hè? Het is verdorie laat. Dat is wel zo. Ja. Het is nergens vlak, hè? Dan. Het is gewoon alleen maar... Nou, nee, doe maar zo'n mueslibol. Ja, met kaas? Nee, zonder iets. Hier dan. Hij zit net in een quote. Ja joh, ik was net aan het vertellen dat als het bergop gaat is het minder leuk. Dat is wel dat is een ding wat zeker is. Maar bergaf en zo gaat wel lekker. Het is nog wel lang. Ja, het zou best wel eens kunnen zijn dat ik het ga halen. Maar voorbehoudje, hè? Voorbehoudje. Nee, niks. Lekker rustig. Je gaat het gewoon halen. Daar lijkt het wel op. Je moet wel achter ze aan. Blijf maar even bij je. Roomy! Ja, ik kom eraan. Ja, maar Herman is ook nog achter ons. Ik heb social media. Ik ben niet de laatste. There was a moment I was thinking about the time and the place. And the difficult moon, the feeling of existing at the same time, trying our best to make sense of the love that we knew. To make sense of the love that we knew. People say change is undeniable, but the difference with us is the radiant flame that we grew. You can see it through the atmosphere, burning bright through the night, to show us a heavenly view. Hoe staat het ervoor? De vraag is dan, is het zwaar? Dat valt nog eigenlijk heel erg mee. Waar het om gaat. We mogen een dag buiten spelen. Met onze vriendjes. En met vriendjes die ons supporteren. Wat wil je nog meer? If we can find a way to watch the sunrise over ocean waves and empty shores. Take us back to where we were. But time stood still. Ja? Ja, even gas, ja. Iets meer gas. Ja, dit film je. Nog ietsje? Ja. Ja, we zijn sneller dan snel schema. 20 minuutjes snel. Wie kan het meeste eten op die dag? Heb je er zin in? Ja, het gaat eigenlijk heel erg lekker. Ik ben heel blij dat het niet zo warm is. Ik dacht dat we allemaal nog een beetje moeten komen. Fris groepje mannen nog. Tof. Nog 10 kilometer. En dan is het alleen maar minder dan we al gereden hebben. Dan zijn we op de terugweg. Dus ik ben er klaar voor. Vind jij het nog leuk, Jan-Rijn? Ik had meer drama verwacht. Ja? Het drama komt. Wat zeg je? Het drama komt ongetwijfeld. Het gaat straks stil worden in het peloton. En de mensen die dan toch net niet dat eten wegkregen of dat jelletje wegkregen, die gaan onherroepelijk voor de bel. Het komt allemaal nog. Spanning nog, kijk, hij zit hier tussen, hij zit vast. Ik krijg hem er niet tussenuit. Ah, nu wel. We zijn op de helft. 182 gereden. Wordt wel warmer. Nou, echt te zeggen dat het nog soepel gaat, is een tweede. Maar 33 graden nu.
nog geen 12 uur. Het overlevingsstandje is wel ingeschakeld. Ik zag niet zo heel erg op tegen deze dag, want de hoogtemeters, berg op, berg af, dat gaat allemaal wel goed. Maar met deze temperatuur, dat is, ben ik wel een beetje bang voor. Ja. Volgens mij is er vandaag een koers in Frankrijk, hebben ze ingekort naar 36 kilometer omdat het te warm was. En heeft het departement daar besloten dat het gewoon niet mocht. Er mocht niet gesport worden in die hitte. In Frankrijk worden de antiekmarkten afgelast. Nou, er moet heel wat gebeuren. Er gaan allerlei dingen in Frankrijk allemaal niet door. Dus we zijn maar zo'n klein stukje in Frankrijk. Maar als daar dingen worden afgelast vanwege de hitte, dan is het heftig. Fietsen in 36 graden is niet lekker. Dat kan ik je wel vertellen. En dat gaat gewoon echt zwaar zijn. Men wil de dramatiek, hier begint het dan toch echt, hè? Dit is dan nog puur materiaalmalheur. Maar het nekkie bij sommige rijders begint toch langzaam te bungelen. En dan is het de vraag, gaat het nekkie eraf? Oh, alles ging in mijn oog. Heb jij wel eens eens last van? Jazeker. Zere hol. Van die zee met dat hete weer. Kijk, in feite gaat het niet eens zo slecht, maar het is zo ontzettend warm aan het worden. Met lange mouwen even uit de tas halen. Eén kerstje voor de afdaling. Thank you.
nieuws. Ik heb iets. Waarom, nieuws. Herman? Was het maar waar. Maar nee, ik kan op de klimmetjes gewoon geen kracht meer zetten. Abandon dus? Ja. Is het je knie? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat willen we ook verder. Dus. Neem me mijn verhaal van je af. De bus komt zo aan, lieverd. Ja, maar je moet nu bij Hanne, ik weet niet, of mee fietsen of bij Hanne Pascal in de auto. Nee, ik ga fietsen nog even door. We zien elkaar straks, hè? Absoluut. Met de pilsie. Hé jongen, tot straks. Jammer. Ja. Hij gaat niet dood, hè? Ja, kom op. Tot aan het bier. Goed, zien we elkaar nog een keer. Ooit. Zo meteen. Ja, je wilt gewoon afmaken. Het gaat niet om de helft halen of de vijf landen halen. Dat is natuurlijk wel gelukt. Maar je wil gewoon helemaal tot aan het einde erbij zijn. Lek! Nou, eerste lekke band. Eerste akkerfietje hier, maar ja, krijg ik hem niet opgepopt. Ja, wacht op de bus. Dus. Je kan maar met een paar mensen zo'n band doen, dus het is ook heel belangrijk dat de mensen gewoon zich er niet mee bemoeien. Wil je nog een beetje water? Ja, hier in mijn hoofd. Ja, doe maar. Help ik je even. Ja, oh, perfect. Dankjewel. Let op, hè. Op naar drama nummer 4. Hoe is het met je? Hey Ricky! Ja, hoe is het met jou? Ik heb vooral geslapen. Oh echt? Oh. Even in de auto zitten. Ik had het even slecht. Nee, ik kan me er toch niet pillen aan te passen. Boogie, ja, heb je nog een cadeautje? Nee, het is niks, hoor. Ik niks zoeken. Er zit geen dubbele bodem in de keuken. Het is echt niet meer zoals goed. Nu gaat het lekker. Ja. Ik mis wel een beetje een stopje met een sanitair aspect. Ja, jou wacht niet anders. Het is niet meer leuk. Maar je kan ook niet opgeven, want dat hoeft eigenlijk helemaal niet, maar het is gewoon niet meer leuk. Maar je moet dan wel door. Stop, we gaan. En verder.
Waar gaan we naartoe? We hebben San Nicolas. Ja, wel, maar is eigenlijk goed gedaan. Ik kijk uit naar de top van San Nicolas. Dat is, dan is het nog 30 kilometer en dat is veel naar beneden. Dus daar, dat punt kijk ik wel naar uit. En dat is ook een mooie klim, die ken ik goed. Dat is van Luik Bassen naar Keluik. Dus ja, daar heb ik nog wel wat feeling mee. En dat, ja, dat vind ik wel leuk om daar nog een keer overheen te rijden. Ik verheug me wel erg op de Saint Nicolas. In 99 ging Frank van den Broeke, die had de hele week gezegd, bij huis nummer 256 ga ik demareren. En over 500 meter mag u de aanval van Frank van den Broeke verwachten? Ik heb een jaar of 8 geleden een verhaal gehoord van een toenmalig ploeggenoot van hem. En die zei gewoon, ja, Frank, dat was ongelooflijk. Hij zegt, de zaterdag voor Luik was naar Keluik, werden we allemaal aan tafel geroepen en personeel. En Frank die trok een fles champagne open en die begon al te vertoosten op de overwinning. Want morgen na de koers, dan weet ik het alweer, dan is iedereen gelijk vertrokken. Hij zegt, dus ik wil nu alvast even proosten op ons succes. Bedankt allemaal, ik weet dat jullie het goed gaan doen en ik ga morgen winnen. Frank van den Broeke die passeerde mij en die had voorheen aangekondigd, de dag daarvoor had hij gezegd dat hij bij huis nummer 256 zou aanvallen. Dit ging niet zo. Ja. Hij gaat van den Broeke. Ja, op een grote versnelling. Michael May. Wat prachtige finale, zeg. Kan hij dit? Kan Michael nu in het wiel komen? Nee dus. Oeh, dat doet pijn. Dat doet pijn dit. En ja, bij 2.56 moest ik passen. Aangekondigd in alle Belgische en Franse kranten heeft hij het laten zetten. Ik ga aanvallen op de Côte de Saint-Nicolas. En wat doet het kreng? Het valt aan op de Côte de Saint-Nicolas. En wat doet hij? Hij rijdt ze allemaal eraf. Hoe ging het? Zwaar. Kun je niet voorstellen dat je hier buiten blad rijden? Nee. Kram. Hamstring is volledig aan de andere kant helemaal. Zou je dus maar in volle finale moet je dus nagaan, hè? 250 kilometer koersen. En dan moet je hier dus, leg je gewoon een buitenblad, sprint je hier naar boven. Dat gaat helemaal niet, dat is onmogelijk. Zo ontzettend hard. Wat ik daar had niks met fietsen te maken. Dit was wel leuk. Nou, dit was het. Ja, allemaal. Allemaal winnaars, allemaal winnaars. Ga je dit goed? Leef je nog?
Fantastisch. Ik moet bijna spieken. Ja? Dan moet je even wat drinken. Een pilsje. Dan moet je even wat drinken. Dat is mooi. Ook bedankt, hè. Lieve jongens, ik vond het allemaal echt geweldig. Het was mijn eer dat ik in jullie wiel mocht zitten. Maar ik weet nu niet meer zo goed wat ik moet zeggen, maar proost! Proost! Proost, jongens! Proost! Goodbye.